Welke filmscènes uit de afgelopen 10 jaar zijn nou het meest bijgebleven? Ik ben Noe Johannes en voor het 10-jarig jubileum van Cinefiel praat ik vandaag met actrice Gaite Jansen over haar favoriete scènes uit de afgelopen 10 jaar. En Gaite Jansen ken je natuurlijk uit films als 170 Hertz en Hoe duur was de suiker. Ik kan elke man in Suriname krijgen. Ik kies jou. En ze schittert ook in series als Hollandse Hoop, Ik weet wie je bent en Peaky Blinders. I'm sorry, I came unannounced. What do you want? We need proof. En ik praat vandaag met haar wederom in FC Hyena. Gaite, jij hebt gekozen voor een scène uit La Vie d'Adèle. Een film waar best wel heel erg veel om te doen was, toch? Ja. Maar dat was dan vooral vanwege de expliciete seksscènes die in de film voorkwamen. Ja. Maar de reden dat ik een scène uit die film heb gekozen, heeft niks met die seksscènes te maken eigenlijk. Nee, want ik was echt blown away door die hele film. Ik heb hem ook heel vaak gezien. Ik vind dat die meiden allebei zo absurd goed spelen de hele film lang. Ze zijn zo echt en zo rauw en zo alsof hun leven ervan afhangt. Ik vind het zo vet. De scène die jij hebt uitgekozen, welke is dat? Het personage van Léa Seydoux, die is erachter gekomen dat zij vreemd is gegaan of whatever en is heel erg gekwetst. En ze gaan, het is einde oefening. Pourquoi tu mens? Je mens pas. Alors pourquoi tu pleures? Je pleure pas. Pourquoi t'as des larmes alors? Je fatigue. Er is één stukje in de scène wat straks komt en daarin zie je Adèle kijken naar Emma, heet dat persoon. Ja, Emma inderdaad. Ja. En dan ineens barst zij in huilen uit en dan zie je een soort van haar hele harnas afvallen. Dus ze begint in een soort van ontkenning van er is niks gebeurd en ineens breekt ze. En dat stukje, dat is... Wat doet dat met je? Ja, huilen. Huilen met de pet op. Je veux pas d'une petite menteuse ici, tu dégages, tu fais tes affaires et tu dégages. Allez hop. Dégage. J'ai couché 2-3 fois et puis je t'ai plus. C'est toujours que j'ai jamais voulu te faire de mal. De bon mec, j'ai jamais voulu. Ik vind het echt bijzonder uitzonderlijk goed hoe zij in deze scène en überhaupt in die film, hoe echt het is. Het is de hele tijd alsof je gewoon naar twee echte mensen kijkt. Ja, en daar is gewoon toevallig een camera opgezet. Ja, cool. En alsof je zeg maar deed dat dit mag doen. Je hebt ook gekozen voor een scène uit The Florida Project, een film van Sean Baker over sociale achterstand in pasteltinten. Ja, je volgt eigenlijk de 6-jarige Mooney en die woont samen met haar tienermoeder in een... Je hebt vlak buiten Disneyland in Florida heb je hotels waar je eigenlijk heel goedkoop kan verblijven. En zij wonen daar stiekem. Dat mag het eigenlijk niet, maar ze hebben niet zoveel geld. En je volgt hun verhaal. Het is only second week of the summer and there's already been a dead fish in the pool. Oh my god, this is unacceptable. I failed as a mother, Mooney. You've disgraced me. Heerlijk. Ja, mom, you're disgraced. Jij hebt gekozen voor een van de allerlaatste scènes in deze film. Het stukje waarin Mooney weg wordt gehaald bij de moeder. Dan rent ze naar de vriendinnetje en dan klopt ze aan de deur. En dan komt ze haar basically vragen van... help mij. Help me. En hoe ze dat speelt! Dat ik echt denk van, jezus, zo fascinerend. Want Dakota Fanning had dat ook als kind en dit meisje heeft dat ook als kind. Ik vind dat zo boeiend hoe dat dan... Hoe dan? You let her just run away? Will you please just stay? And I'm the one who's unfit? Fuck you! Can't see. Die hele film volg je dat meisje en zij is zo pinter en ad rem en grappig en brutaal en stoer en gewoon alle, echt zalig om naar te kijken de hele film lang en eigenwijs en
heel eigen, echt een soort zonnetje. En op dat moment zie je ineens dat ze gewoon een kindje, echt een kindje is. En dat je de hele film naar een kindje hebt gekeken. Want haar manier van in huilen uitbarsten, dat is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Adele. Omdat dat is het huilen vanuit het perspectief van een jong volwassen vrouw. En dit is vanuit het... Dat je voelt dat het zo één op één is. Je hebt voor een scène gekozen uit Call Me By Your Name. Een fantastische film van Luca Guadagnino over eigenlijk het vinden en verliezen van je eerste grote liefde. Ja, weer een mooi liefdesverhaal. Welke scène heb jij nu uitgekozen? De persikscène. De persikscène. Ja, dat is echt genoeg, denk ik. Ja, ik denk ook dat bijna iedereen deze film heeft gezien. Dus dat iedereen dan ook wel weet wat er in gebeurt. Ja. Laten we maar meteen even naar gaan kijken. Ik vraag me af wie er nog normaal naar persiken kan kijken überhaupt. Ik heb echt in de bioscoop alleen maar een soort van zo gekeken. Ook dat je denkt van ik mag hier helemaal niet naar kijken. Dat je gegeneerd voelt eigenlijk dat je deze scène ziet. Omdat het zo opwindend is. Terwijl, wat doet hij nou helemaal? Hij zit aan een persik. Ik vind het veel opwindender en sexier dan een seksscène. Het is al het geluid. Als hij al zo in persik een beetje zo en gaat zitten porren. Totaal. Het is het sapje dat er uit. En zo balen ook zelf. Dat vind ik ook heel vet. Hij is de hele scène aan het balen over hoe sexy die persik is. Hier gaat hij dus gewoon echt met die persik doen. Ja. Hij doet het gewoon echt. En ik vind het zo lief ook. Ik weet dat dat ook een beetje raar is. Maar ik vind het zo lief omdat het zo'n puber is. Zo'n puber dat je gewoon... Je kan naar een bank kijken en denken... Wow! Dat vind ik zo vet aan puber zijn. Maar ook aan gewoon die kersverse verliefdheid. Oeh, Snoep. Persikje? Wat top. We zitten reclame momentje. Zien we opnieuw een persik.